Het is een gevaarlijk virus en ik denk dat je dat echt in je achterhoofd moet houden. En als je dat doet, dan hou je aan de regels. Zo simpel is het. Maar Frank Dubocage, hè, de VTN Weerman, en ook van Joe natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad. Dag Jan. Ja. Hoe is het? We overleven, hè. We hebben natuurlijk dat het goed weer is. Hè. Dus niet dat ik daar zelf voor gezorgd heb, maar het is handig als je het zelf kunt voorspellen. Mensen zijn dan toch blij dat ze van alles kunnen doen buiten. Kijk, fietsen, wandelen, whatever. Zeg Frank, en wat doe jij nu allemaal tijdens de quarantaine? Ja, ik werk natuurlijk nog altijd. Hè. Dus de radio gaat gewoon verder. Dus daar zit al geen verschil in. Ik blijf werken op VTM samen met David. En we zijn met twee, dus dat maakt het net iets drukker, iets lastiger. Meer werkende dagen. Ik zit nu ook weer in Sirike. Dat ik er vijf naar elkaar moet doen. En dan van thuis uit doen we de live in het nieuws. Maar het is ook dikwijls dat mensen gewoon bij u thuis in de huiskamer kunnen kijken, hè, terwijl dat je daar bezig bent. Is dat niet raar dat iedereen nu ook bij u thuis kan komen en kijken? Dit is eigenlijk een fixed shot. Weet je kiest zelf een beetje waar je zit. En ik heb eigenlijk heel veel complimenten al gekregen over mijn achtergrond. Maar één ding dat opviel, vond ik wel grappig eigenlijk. Er staan twee planten achter mij. Als ik live in het nieuws ben. En heel veel mensen, zelfs via de kijkerslijn, mensen die reageerden van dat ik mijn planten moest water geven. Afgelopen week is ook bekend geworden dat heel veel mensen het na 3-4 weken wel moeilijk krijgen om zich echt aan de regels te houden. Vind jij dat moeilijk? Ja, sociaal contact vind ik wel... ik heb dat wel nood aan op een of andere manier. Anderzijds is het ook wel zo dat ik het niet zo lastig vindt op dit moment. En de reden is gewoon simpelweg dat we buiten kunnen. Ik heb ook het voordeel, ik heb hier een tuin, hè, dus ik kan gewoon zeggen van ik ga even een half uur buiten een boek lezen of whatever. Stel dat we dat niet meer mogen doen, dat je bij wijze van spreken, ik denk is nu in Italië of Spanje, dat je een bewijs moet hebben om naar de winkel te gaan. Zo van die dingen en voor de rest je hond, dat je max zoveel minuten moet buiten zijn om bij je hond te wandelen en voor de rest moet binnenzitten. Dan zou ik het wel veel moeilijker hebben. Ik ben een buitenmens. En wat is het eerste dat je gaat doen als je opnieuw alles mag doen wat je wil? Mijn vakantie boeken. Ja, nee, maar ik heb de periode ligt vast wanneer ik vakantie mag nemen. Ja? Maar ik doe dat voorlopig. Het heeft geen zin. Ja, ik kan dat nu doen. Ik moet heel graag naar Oostenrijk kijken. Om te gaan wandelen en in de bergen, natuur en zo te zijn. Ik denk dat je voor een spotprijs een hotel kunt boeken. Maar ik ga niet doen. Ik ga wachten. Frank, heel erg bedankt om even te willen praten. Vond het heel tof eigenlijk. Ik zou zeggen, blijf vooral gezond, want dat is het allerbelangrijkste. Doe we zeker. Bedankt, hè. Ja, dat is goed. Zal ik eens, hè.